Martin R. uit Os. Hij wordt door justitie gezien als een grote jongen in de onderwereld. En de eerdere pogingen om hem achter de tralies te krijgen, die mislukten. En daarom werd in de operatie Alfa vanaf 2017 alles op alles gezet om hem te pakken. In november 2019 kammen politie, het openbaar ministerie en defensie het woonwagenkamp in Os uit. Bij deze operatie Alfa wordt Martin R. samen met zijn broer en zijn zoon opgepakt. Wij verdenken ze van grootschalige drugshandel, waarbij geweld en intimidatie zeker niet werd geschuwd van vuurwapenbezit en daarbij het lidmaatschap van een criminele organisatie. De dagen daarna volgen nog meer invallen in onder meer Ooijen, Berchem en Lid. De politie vindt een compleet wapenarsenaal. Kalashnikovs, mitrailleurs en zelfs handgranaten. Een deel lag verborgen in ondergrondse ruimtes in het bos. Er werden ook honderdduizenden XTC gevonden. Deze zaak gaat over drugs- en wapenhandel en witwassen. In totaal moeten er 15 mensen voor de rechter komen, onder wie dus Martin R. Hij wordt gezien als de spin in het web. En de advocaat van deze spin-in het web is Jan Hein Kuipers. Goedemiddag. Goedemiddag. Opgegroeid in Os. Ja, ja. Kennen jullie elkaar? Nee, niet vanuit die tijd. Nee, ik ken hem wel al heel lang, maar niet vanuit de jeugd in Os, zeg maar. Nee. Toch een beetje gescheiden milieus waarin jullie zijn opgegroeid. Ja, blijkbaar, blijkbaar. Ik, uh, ik heb wel de naam Reuvers destijds uh, regelmatig gehoord. En ook andere namen die, uh, die bekend zijn in ons, maar uh, niet in de zin van contact uh, als, als kennis of vriend, of wat dan ook. Maar nu uw cliënt en um, het helpt het dat je ook bent opgegroeid in ons? Praat het makkelijker? Nou, je kunt elkaar in ieder geval goed verstaan. En je kunt dus ook best uh, goed verstaan, afgezien van de kwaliteit van die geluidsopname die justitie gebruikt, uh, wat er wordt gezegd. Hè? Dus je, je weet het vaak beter dan degene die uitluistert. Dus dat, uh, dat heeft een voordeel, ja. Nou is die zaak twee weken geleden eindelijk uh, inhoudelijk begonnen. Een uh, enorm proces gaat dat worden. We zijn er mm. net al 23 dagen voor uitgetrokken. Nou, daar zit dus een kink in de kamer, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Mm. Wie kwam nou op het idee om die rechtszaal uit te lopen? Was dat Martin of was jij dat? Um, het is zo dat uh, we ongeveer anderhalf jaar bezig zijn. En uh, Martin en ik, maar ook andere verdachten. Steeds ons afvroegen, hoe kan het nou zo zijn dat op het moment dat je evident kunt aantonen dat justitie bepaalde zaken naar voren brengt die niet kloppen, die niet waar zijn, of die uh, waar het sterk op lijkt dat het niet zo is, zoals ze zeggen, waarom mogen wij dat niet nader onderzoeken? We hebben verschillende verzoeken gedaan via de onderkant, de bovenkant, links, rechts, voor en achter. En die werden steeds afgewezen omdat het Openbaar Ministerie zei van ja wij zijn transparant, jullie mogen alles weten en alles zien en uh, dus we hebben geen geheim. Maar op het moment dat wij wat geheimen willen onthullen of wat betrouwbaarheidsoordelen willen kunnen onderzoeken, dan zeggen ze nee dat is niet nodig want uh, dat hoeft niet want we zijn te vertrouwen en we zijn transparant. Dus dat moet worden afgewezen. En een keer zei de rechtbank, inderdaad, als zij zeggen dat ze transparant zijn, dan zijn ze dat. Terwijl evident op basis van beelden en geluiden is te zien dat het Openbaar Ministerie dingen zegt die niet, uh, volgens mij niet waar zijn, zo moet ik het zeggen. He, dus op een gegeven moment gaat natuurlijk zo'n gevoel komen bij uh, verdachten en bij raadsleden van jongens, wat doen we hier eigenlijk? En, het is al en, in Kannen en kruiken. Ja, het vonden ligt al klaar. En Martin is de eerste, dat is absoluut geen domme jongen. Dat is een hele heldere vent die een goede mensenkennis heeft. Die zegt: van nou, ik ga niet meer naar die zittingen toe. En dan gaat zo'n idee geboren worden. En dan zie je ook in onze app, we hebben een groepsapp met alle advocaten in die zaak. Mm -hmm. Dat het gaat borrelen en brommen en gieren. En van jongens, we zijn er eigenlijk gewoon klaar mee. Vraag heeft geen zin, dus we gaan gewoon. Maar waarom heb je de zaak dan niet neergelegd? Dat je zegt, van, nou, ik zie als advocaat geen mogelijkheid om mijn cliënt goed te verdedigen. Misschien een andere advocaat wel. Mm. Dat weglopen is natuurlijk, het is nog nooit eerder voorgekomen. Het is ook een beetje een uh, stik er maar in, we doen het niet meer. Ja. Precies, dat laatste. En verdediging neerleggen betekent dat uh, dan jij niet meer de raadsman bent van die betreffende verdachte. Uh -huh. Maar dat, dat willen wij niet. Martin, niet. De andere verdachten willen ook niet dat hun advocaten opstappen. En ik wil dat ook niet. Dit, dit is een manier, die is nog nooit vertoond volgens mij in Nederland, dat advocaten weglopen. Ik ben niet de enige. Ik ben echt, u zei het al. Bijna allemaal zijn afgetaaid, ja. om het maar eens plat te zeggen. Nou, dan vraag ik me af: aan wie ligt het? Aan die advocaten of aan de rechtbank? Ja, dat is misschien ook omdat je roept: als dit het signaal is, moeten we wel allemaal mee. Het is natuurlijk gek als de een roept: het deed niet, nee. en de andere zegt. Nee, iedereen heeft een eigen beoordelingskader. En iedereen kan zelf vinden wat hij vindt en wel of niet opstappen. En er is ook een advocaat die zegt tegen de rechtbank... van luister, ik ben het eens met al die advocaten die weggaan... maar ik vind dat ik zelf nog wel door kan. Ja. Nou, dat is zijn beslissing, dat moet je vooral doen. Nou zei je net al, um, het, het, het grootste pijnpunt zit hem daarin... dat wij ons werk proberen te doen. Wij willen graag kunnen aantonen dat wat justitie zegt evident onjuist is... en we krijgen de mogelijkheid niet. Ja. Um, ja. Uh, er is sprake van een frame in jouw ogen. Ik weet niet wat het is... Ik weet, kijk, de, de de rechtbank Den Bosch, deze combinatie, die zijn dat zijn natuurlijk niet, dat zijn mensen die gewoon goed kunnen nadenken. Uh -huh. En vooral de oudste rechter, die staat bekend als toch wel een rechter die die zuiver is. Dus ik ik snap het eigenlijk niet. Het zou kunnen zijn dat de druk van bovenaf op is gelegd vanuit Den Haag of weet ik waar vandaan. Dat het niet zo mag zijn dat deze heren weer naar huis gaan. Zoiets moet er zijn, want. Ik heb nog nooit meegemaakt, en ik doe veel grote zware strafzaken, dat op het moment dat je op beeld en geluid hebt dat er volgens justitie anderhalf jaar lang sprake is van het doorlaten van wapenhandel, dat je dat niet mag onderzoeken. Waarom is dat doorgelaten? Wie ja. heeft daar toestemming voor gegeven? Etcetera. Dat moet je weten. Dat wil de Hoge Raad ook dat je dat te weten komt. Als dat wordt afgewezen, ja, dan denk je van: zoek het uit. Maar wat wel interessant is, hè, er zijn ook geluidsopnamen uh, uh, te horen geweest. waarop uh, je hoort dat er wel degelijk iets aan de hand is. Ik bedoel, ik zeg maar even: het gaat hier niet om een kilo snoepjes, hè, waar, waar mm -hmm. Martine R van verdacht wordt. Um, weglopen is. Daar, daar kom je volgens mij uiteindelijk helemaal nergens mee. Nou, ik weet het niet. Kijk, als je blijft zitten, kom je ook nergens. Denk je? Dat ja. denk ik ja. Kijk, het is zo dat uh, Martin die heeft bij uh, de rechtercommissaris twee dagen lang volledige verklaringen afgelegd. Uh -huh. Als de rechtbank die tot zich neemt, dan zullen ze zien dat uh, het gros van de feiten niet te bewijzen valt. Ja. Hè? Zo simpel is het gewoon. Ik bedoel, je kunt wel zeggen als Openbaar Ministerie, wij vinden dit, wij vinden dat en het is bewezen, maar zo werkt het niet. Het moet bewijs zijn. En je ziet op de beelden, bijvoorbeeld volgens de overlevering, volgens die beelden, volgens justitie, mensen met wapens lopen. Je hoort schieten, je hoort doorladen. Maar dat wil niet zeggen dat dan ook al die verdachten wetenschap hadden van die wapenput onder de grond. Ja. Dat, dat kun je niet zomaar aannemen. En dat moet de rechtbank gewoon nu allemaal zelfstandig gaan beoordelen. Nou, uh, zet je eigenlijk in op het, op, het, uh, op het hoge beroep, dat wil zeggen um, alle pijlen op het hof, zeg ik dan maar. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat daar ook gezegd wordt... ...nou hebben jullie in de eerste aanleg uitgebreid de mogelijkheid gehad om je te verdedigen. Dat heb je niet gedaan. Mm. Dus wat hoop je daar dan uiteindelijk wel te bereiken, wat nu niet lukt? Nou, we hebben wel verdedigd, hè? We hebben, verdedigd, we hebben verzoeken neergelegd. We hebben gezegd waarom wij wat willen onderzoeken. En die verzoeken zijn afgewezen. Dus die zal het Hof zonder meer opnieuw gaan bekijken. Mm -hmm. He, Reuvers, of, ja, Martin R. heeft verklaard. Um, dus die, die verklaringen liggen er ook al. En het, het Hof zal gewoon die zaken gaan bekijken. zoals dat in hoge beroep aan de orde is. En ik moet u eerlijk zeggen, ik heb alle vertrouwen: het Hof in Den Bosch op dit soort kwesties. 25 jaar aan het vak, uh, Jan, ja. heb je er nog wel zin in? Ik vind het nog prachtig. Ja, ja. kijk, het, het is niet leuk om een rechtszaal uit te lopen. Hè? En het lijkt erop van: nou, ze krijgen de zin niet, ze lopen weg en wat slap. Nee, hier is echt iets fundamenteels aan de orde. Hè? En het is niet alleen bij deze rechtbank in Den Bosch. Hier is wel heel erg. Maar je ziet wel dat er een beetje een verschuiving is. op grond van de onderbuikgevoelens in ja. de maatschappij. Dat er, uh, dat er makkelijker wordt omgegaan met bewijs, om het ja. zo maar eens te zeggen. En dat moet echt, moet echt ophouden. Rechters moeten de rug recht houden. Kijk eens uh, naar het ja, ja. scherm, we zien een foto van je. Ik is niks veranderd, hè? Ja. Als je daar nou naar kijkt, is het je dan allemaal waard? He? Want toen je daar zat, toen wist je nog niet waar je nu zou zijn. Mm -hmm. Is dit het, uh, het, het pad wat je voor jezelf had uitgestippeld in die 25 jaar? Nou, ik wilde altijd grote zware strafzaken doen. Daar ben ik mee opgegroeid bij Piet Doenens in Utrecht. Mm. En uh, ja, dat, zeker, waar, waar ik nu ben, dat, uh, dat vind ik wel uh, een goede situatie. Alleen jammer dat dit zo moet op deze manier. Volgens mij, dat het de enige manier is om weg te lopen. Nou zie je ook nog wel eens dat advocaten uiteindelijk uh, nog rechter worden, mm. hè? als een soort uh, ultieme stap naar hier, hier, hier. Um, um. Zit ik mijn tijd uit? Klinkt een beetje denigrerend... Mm -hmm. Maar um, hier wil ik dan wel eindigen. Z zien we jou daar uiteindelijk ook nog? Misschien kan je het dan wel beter doen dan de rechter nu? Ja, je dat je is een, goeie, een van, mooie vraag. Met die, kennis, met die kennis die die jou heeft. Dan... Ja, ja, maar ja. ten eerste, ik denk niet dat, uh, dat ik nog ooit word opgenomen. al zou ik het willen in de rechtelijke macht. Misschien ben ik er iets lastig voor. Ten tweede wil ik dat ook niet. Ik wil als ja. vrij zijn als een vogeltje ja. en ik wil niet in een keurslijf. En ik heb een pensioen al geregeld, dus uh, ik hoef niet, uh, ik daar ik hoef niet rechter maken. te maken. Ja. Laatste vraag, Jan Heijn. Um, deze rechtszaken, die drie 23 zittingsdagen. Jullie komen dus niet meer, helemaal niet meer. Hoe, hoe ben jij nog met deze zaak bezig, deze 23 dagen? Nou, uh, de enige die nog in de zaal zit is René van der Lee van het Brabants Dagblad. Dus die volg ik en af en toe stuur ik hem een appje van luister wat de officieren nu weer zeggen, klopt ook al niet. Maar uh, ik, ik hou de Twitter in de gaten en ik lees het wel in de krant. En ik heb natuurlijk nog steeds contact met Martin. Mm -hmm. uh, over uh, de appelmemorie, zoals dat heet. Uh, namelijk de verzoeken die je moet gaan neerleggen bij het Hof ja. om daar weer uh, verder te kunnen starten. Dus alles nauwlettend in de gaten houden zonder ja, fysieke aanwezigheid. Ja, we gaan, we gaan niet terug. Dat is, uh, dat is duidelijk. Jan en Kuipers, dankjewel. Alsjeblieft.